Leroy. Ja. Dit is dan uiteindelijk de video waar mensen op hebben gewacht. Ja. Voor de mensen die niet hebben gezien wat het cadeau was. Absoluut. Ja. Dat cadeau, maar dat cadeau dat is nog niet open, hè? Nee, dat komt misschien staat. Nog. Klopt, dat komt nog. Maar, nou ja, dat hopen we. Ja, want wie gaat er over dat cadeau dan? De kerstman. Maar ik heb hem al zien staan, maar ik heb nog niet durven vragen, zeg maar. Want hij is druk en... Ja, dat is logisch. Ik, nou ja, wacht, Gio heeft wel zo'n... Gio zou dat kunnen, denk ik. Wacht, Gio? Gio? Ja? Jij zou dat wel kunnen, toch? Jij bent wel een kerstmanvrager, toch? Ja. Oké. Okay. Dat klopt. Nou, Leroy, het is opgelost. Leroy, daar ben je. Ja, weet je wat je moet vragen, Gio? Of dat pak open mag. Ja, dat buiten, hè? Die grote. Die grote ja, daar buiten die grote. Ja, want die kleine die interesseert me niet zo. Maar dat grote is, dat zag er wel verdacht uit. Ja. Ik zeg, en over 2 minuten is het 8:00 en dan openen wij deze plek. En dan gaan we met alle bezoekers gaan we kijken wie er allemaal voorbij komen. En dan gaan we ook met ze meelopen door dit pakhuis in deze special aflevering in Disneycraft. Ik zie ook dat Tim hier is. Hallo Tim. Ja, hoi. Je hebt nog steeds een angstenjagende Halloween skin, maar jij bent sowieso niet angstenjagend, want je hoort bij Disney, hè? Nee. Je bent geen villain. Ja. Nee, ik ben die eenoog. Mike! Oh, met je niet? Ja, Mike Wazowski. Oh, ja, gelukkig. En Robin heeft wel echt een Halloween skin nog steeds. Ja, mijn kerstmanpak. Maar wel met de kerstmanpak. Ja, dat zal de kerstman wel waarderen. Want we gaan natuurlijk ook een contest doen. Wie heeft de leukste kerstpak? We gaan natuurlijk meerdere doen. Ik. Ja, nee, qua bezoekers. Bezoekers. Oh. Ja. Jammer. Gio, je bent nog niet naar de kerstman geweest, hè? Ik ga even lopen. Ja, ik had nog eventjes een soort alert voor de mensen. Ik durf niet, Leroy! Oké, mag ik even gauw mijn alert zeggen? Wat wil je alert zeggen? Wat wil je doen? Je verwacht niet dat het een enorme achtbaan is. Het is een kijkattractie voor de mensen. Een kijkattractie, Een impressie van de werkplaats van de kerstman. Een impressie, dus dat vind ik mooi gezegd. Dat is, ja. Ik heb dus ga ik niet verwachten dat je over de kop gaat 100 keer. Nou ja, als je beeldscherm zo... Nog een minuut! Kijk, ze rampen stampen hier voor de deur. Hoe moeten die deur open? Nou, gewoon kapot slaan. Kapot slaan. Kapot slaan. Ja, het is bijna overal. Gio, wat ga je nou doen bij de kerstman? Gio? Ja? Wat ben je aan het doen? Ik ben in gesprek. Oké. Ik ben even dingen aan het regelen. Jongens, ik sluit die deur hier. Hij is aan het regelen. Oké. Hij moet bijna open. Wat? Oké, zullen we in 3, 2, 1 gewoon openen, Leroy? Jij de linker deur, rechter, ik de linker. Oké. Okay. Ja, oké. 3, 2, 1, klik! Woehoe! Exact om 8:00. Echt, hè? Nou, de mensen gaan er binnen, ze stormen en ze denken... Ze kijken niet eens, ze rennen gewoon keihard door. Er is geen achtbaan, jongens. Er is een pakjesmachine. Een pakjesmachine? Laat eens zien. Er staat de pakjesmachine. Van de pakjesboot? En zullen we die eens even starten? Wacht, wat eruit komt. Wacht even. Gebeurt er wat iets? Wat komt er uit de pakjesmachine? Er gebeurt niks. Ze komen. Ja, ja. Wat? Er komt wat? Er komen cadeautjes. Ik ben benieuwd. Waar komt... Oh, hier zo. Een boekenkast, die heb ik altijd al willen hebben. Een complete boekenkast. Wat hebben we nog meer? Oh, een anvil. Nou, als dat niet in mijn kamer komt, is mijn woonkamer niet compleet. TNT. Ja, dat is Constantine. Constantine's pakketje. Wat hebben we nog meer? Een boekenkast. Nou, altijd leuk. En wat wil gebeuren met die pakketjes? Ja, die worden ingepakt. En uiteindelijk zijn die voor de bezoekers natuurlijk. Oh, er komen kisten. En die worden ingepakt. En de kisten gaan dus ingepakt met die boekenkast. Oh, ja. En waar gaan die heen dan? Ja, die gaan naar de pakjeskamer. Oh, even kijken. Dan kom je dus hieruit. Kom je in de pakjeskamer en je kan door heel het gebouw rond snuffelen. Ja. Maar heeft iemand al de aanwijzing gevonden voor het cadeau? Want die zou hier zitten ergens. Zullen we die gaan zoeken in deze video? Ik heb het ook nog niet gevonden, want ik weet misschien één kamer. En die weten jullie allemaal niet. Ik ga hem zoeken, ik ga er nu naartoe. Okay. Ga jij maar zoeken. Hoe kwam ik daar nou? Oh ja, vind je die deur daar? Let op. Meldingen, zeg. Jeetje. Ja, mensen zijn aan het hacken. Ze willen heel graag... Ja, allemaal hacken en laggen. Allemaal hackers. 72 man zijn hier aanwezig vandaag. En hier is denk ik het bewijs van het cadeautje. De opslagkamer inpakpapier.
Jullie krijgen allemaal gratis... Zou die daar zitten? Ja, ik denk dat iedereen gratis zitten? Inpakpapier krijgt. Gratis? Oh. Oh, dat zou het zijn. Ja? Gratis inpakpapier. Nou, ik weet het. Ja, misschien wel. Nou, Gio heeft de... Gio, ja. Jij hebt de kerstman gesproken. En heeft hij een hint gegeven? Een hint niet. Oh. Ik heb geen hint gehad. Oh. Wat dan? Oh. Maar we mogen... Hij heeft gezegd... Ja? We mogen heel gauw veel plezier verwachten. Ik weet niet precies wat hij ermee bedoelt. Maar het klinkt al veelbelovend in ieder geval. Ik ben heel benieuwd. Nou, dan ben ik benieuwd. Veel plezier verwacht. Neem Leroy ontslag. Ja. Oh. Yeah! Wacht eens even. Hier staat een turbosneeuwmachine. Misschien is dat wel iets. Is dat een aanwijzing? Misschien natte sneeuw, droge sneeuw, gele sneeuw, een smeltstand. Gele sneeuw? Oh, gatsie, Darry! Kan dat ook al? Echt vies. Water invoer, ja. Oké, dus een sneeuwmachine. Nou, ik weet het niet of dat er wat mee te maken heeft. Hoi, Emma. Ja. Misschien wel. Ja. Ik ga eens verder kijken, want deze hele opslagplaats is echt groot. We kunnen ook nog de trap omhoog. Misschien dat daar iets zit. Ik denk sowieso een heel mooi uitzicht. Dat weet ik bijna zeker. Absoluut. Ik ga eens kijken hoor. We gaan helemaal naar boven toe. Wat een flinke trap hier. Zo. En even kijken. Ik zie allemaal sneeuw liggen. Op sommige delen niet. We hebben natuurlijk de sneeuwschuivers in Disneycraft. En die zorgen ervoor dat jullie niet uitglijden. Dat het verkeer kan doorrijden. Absoluut. Ik zie niks. Ik zie bomen en ik zie geen aanwijzing, Leroy. Ik denk dat we... Nee, hierboven niet. Oh, wat jammer. Ik ga nog verder kijken, hoor. Want er is nog één kamer en daar ben ik nog niet lang genoeg geweest. En dat is de inpakkamer. Oh, ik word teruggeteleporteerd. Is dat zo? Ja. Is dat geen aanwijzing? Moet dat het zijn? Misschien. Ik weet het ook niet. Ik zie allemaal mensen kijken, ze lopen allemaal te loeren, ik zie iedereen kijken. Teleport. Ook al, is dat een aanwijzing? Ja. Wat is dit? Loopband stopzetten. Zal ik me stopzetten? Oh, ik hoor... Wat? Gio, kom eens aan mij. Kom eens aan mij. Gio. Waar ben je? Ik ben bij de kerstman, hier naast je. Naast je, bij de kerstman. Hier, terug. Oh, Gio loopt de andere kant op. Je loopt de verkeerde kant op. Iedereen... Je loopt helemaal terug. Met de kerstman. Oh, daar komt hij. Ja, is het kantoor? Ja. Droog. Volgens mij... Wat is er? Wil hij ons een hint geven? Hallo, kerstman. Hol. Hallo? Kerstdoos. Oh, hij zit op de eerste Windows. Oh, de eerste versie. Wat zit hij te doen op de laptop? Hij doet Disneycraft Research, zie je dat? Oh, ja. Dus dan heeft hij iets te maken met de server. Dus hij wil iets doen hier met Graaf de server. Ga van die lopende band af. Hup, draf. Zou het cadeautje open? Kerstman, mag het cadeautje draf. Open? Kst. Mag het cadeau open? Wat zegt hij? Ja, hij fluistert het. Want er staan zoveel mensen. Hij fluistert hem. Ja. Wat fluistert hij? Hij zegt ja! Hij zegt ja! Mag het open? Echt? Het cadeau mag open! Yes! Yeah! Okay, ik ga naar buiten. Oké. Okay. Naar buiten. En wie mag aan de strik trekken? Mag er iemand aan de strik trekken of niet? Wacht even. Oh jee, hier staat hij. Ga eerst even kijken. Het pak. Wat zou er in het pak zitten? Een pak bonbons. Hoe moet het open dan? Weet ik niet. Aan de strik trekken? Heb je dat niet gevraagd aan de kerstman? Nee. Moet ik... Ja, wie gaat het vragen? Ik ga niet hoor. Ik durf niet. Oh! Het wordt nacht! Wow. Wat? Het is nacht. Wow. Oké. Okay. Wow. Magische kerst. Magische kerstkracht, ja. Nacht. Straks komen aaltjes. Zullen we aftellen dan? Misschien werkt het. Misschien, maar hard, want anders wordt de kerstman er niet. Want die staat natuurlijk binnen, want die bedient het waarschijnlijk tellen binnen. Tellen we af. Oké, wacht. Heb je het er doorgegeven aan de kerstman? Ja, ik heb het doorgegeven. Oké. Jongens, allemaal. In... 5, 4, 3, 2, 1. Woehoe! Holy crap! Wat zit erin? De weg naar de hel! De weg naar de hel! Waar gaan we heen? Ik ga niet hoor. Waar zijn we? Ik durf niet. Ik ga niet. Waar zijn we beland? Oké, ik ga.
Waar is dit? Waar zitten we? Waar zitten we? De kerstman. We zitten weer in de... De kerstman is weg. Waar is de kerstman is weg? Huh. Paintball. 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 Dat is cool. En we gaan lekker een potje paintballen met de hele crew. We gaan paintballen. Doe je ja, heel benieuwd. En iedereen heeft een t-shirtje aan en er zijn speciale ranken. Oh. Ja. Oh, laat ook al. Oh, we gaan al beginnen. Oh. En jongens en meisjes, er zijn 3 grote mappen te verkennen in Disneycraft, verspreid over de map. Je kan, we gaan niet zeggen welke delen van Disneycraft worden bezet, dat moet je zelf gaan uitzoeken. Maar wij gaan sowieso een potje spelen tegen een hoop mensen hier. En ik krijg 128 ballen, sneeuwballen, en er zijn ranks, en die ranks word je hoger door hoe meer je speelt in onze server. Ja. Gaaf. Echt heel leuk. Eén grote chaos. Ja, echt veel mensen. Ja. Kom maar, kom maar, kom maar. Oh, ik ben dood. Waar zijn jullie? Leven jullie nog? Nee, ik ben ook weer dood. En het is een team deathmatch, dus het rode team valt aan op het kasteel. En je kan niet overal komen. Het blauwe team slaat keihard terug. Ja? En wie zit bij het blauwe team van jullie? Ik. Echt? Kom maar op, Dio. Wat zit je? Oh, gelukkig zit ik bij jou. Stommeling! Kom, Robin. Ik had je bijna. Schaf uit. Schaf uit. Schaf uit. Schaf uit. Naar beneden. Schaf uit. Oh, nee. Oeh, er staat iemand boven de apen. Kom af, dan schiet, schiet. Ja. Oh. Stond jij daar boven? Is die speuk? Stond jij daar boven? Jij staat daar boven, hè? Ja, ik hoor het alweer. Er zitten teamleden op met schieten. Dat is wel zo. Als je als teamlid op elkaar schiet, dan ga je dus af. En Leroy, of dan ga je af, dan... Wow, ik hoor allemaal explosies. Hoor je dat? Ja, dat zijn bommen. Bommen. Want je hebt ook allemaal speciale dingen en zo. Kasteelvuur, ja, ik heb kasteelvuur. Kom maar op. Hè? Zal ik ben de laatste. Wie? Ik. Echt? Ik moet tegen jullie, ik moet nog tegen 4 mensen. En waar zit je, Gio? Ja! Waar zit je? Geef je over, geef je over. En zwicht, miauw, ogen dicht. En mag ik wat vragen? Mag ik wat vragen? Leroy en Gio, jullie hebben dit voornamelijk in elkaar gezet, hè? Ja. De paintball. En jullie hebben dus delen van de map afgezet voor ons, hè? En we beginnen hier bij het kasteel al, dus een hele leuke grote map. Maar. Wanneer... Ik heb gewonnen! Yes. Wanneer kan je dit spelen? Kan je dit voor altijd spelen? Of zijn de openingstijden wanneer de paintball is geopend? Paintball? Ja, wanneer het cadeautje is geopend. Ja, oké. Okay. Wanneer het cadeau als het cadeau is geopend. Dus mensen moeten dit gewoon even in de gaten houden in de server of het cadeau is geopend. Of wordt het toch later met tijden aangegeven? Misschien. Misschien Oké, dat is nog een verrassing. Hou de Twitter in de gaten, mensen, voor meer informatie over deze leuke... Oh, we hebben een nieuwe map hier. De volgende map, dit is de studio map. Studios. Oh, en daar heeft Wally heeft daar een heel leuk mutsje op gelopen. Dat klopt. Ja. Ik weet niet of het dat was in 1 keer ook gelukt. Dat was echt super leuk. Oh, dat is blauw team. Dat is verkeerd. Jongens, jullie zijn een team. Nee, betrayer. Iedereen schiet op blauw. En ik schoot automatisch mee. Stom, hè? Jezus, die teams zijn groot. Ja, joh. Eén gevecht met blauw. We gingen allemaal tegen elkaar, joh. Dat was echt heel erg. Oorlog. Oh, Leroy, kijk uit. Oorlog hier. Echt, hè? Maar dan een positieve oorlog, hè? Positieve oorlog. Positieve oorlog. Absoluut. Ja. We schieten met sneeuwballen. Ja. Een sneeuwballengevecht. Sowieso, in Disneycraft. Awesome. Kun je dit zien? Ja, jullie zien Wally nu. Kijk, jullie zagen Wally net helemaal in de sneeuwstand. Nou mensen, ik wil je bedanken voor het meedoen aan de video, de medewerkers. Vergeet ook niet even deze video te liken. En vergeet ook niet... Hé, het sneeuwt! Oh, het sneeuwt! Oh, het sneeuwt! Het sneeuwde net! We hebben de sneeuw aangezet. Gaaf. Ineens. Dus je kan lekker in de sneeuw daar spelen. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei! Doei! Doei.